Leuk jullie weer terug te zien in alweer de laatste video van onze Pong Javascript tutorial. Als je tot zover bent gekomen is het al echt hartstikke gaaf. Want dan heb je feitelijk gewoon al een game gemaakt en dat is echt heel erg cool. Maar er zijn nog wel wat details toe te voegen, zoals de geluidseffecten. En die geluidseffecten die gaan we zelf genereren. Met de synthesizer die we in deze video gaan schrijven. Een hele kleine disclaimer misschien is dat je... Je huisgenoten of buren of allerlei andere mensen die wellicht in jouw omgeving zijn en misschien jezelf ook. Potentieel redelijk gek maken met deze geluidseffecten. Dus overleg even, waarschuw even, pak een kop koffie natuurlijk en dan gaan we aan de slag. We hebben nu dus feitelijk al de spel of de gameplay hebben we feitelijk helemaal af. We kunnen de bal spelen, we kunnen scores bijhouden en we hebben een computer tegenstander. En daarmee is Pong feitelijk af. Alleen is er nog wel één heel belangrijk element wat ontbreekt: en dat is namelijk het geluid. Je kunt het spel ook zo laten, dat is op zich helemaal prima. En er zijn misschien ook wel huisgenoten die erg dankbaar zijn als je geen geluid toevoegt. Dat gezegd zijnde is het ook wel erg leuk om net als in de originele games soort ja, primitieve geluidseffecten te kunnen toevoegen in onze applicatie. Nou, er zijn meerdere manieren om geluid toe te voegen. Een typische manier die je wel vaker vindt in tutorials is, is bijvoorbeeld op Be Free School staat er eentje. Die maakt gebruik van de geluidsfunctionaliteit die in HTML ook al zit ingebakken. En wat deze eigenlijk doet is dat hij een, ja, een bestand, een geluidsbestand gaat... ...inladen, in dit geval is dat bounce.mp3... ...en dat geluidsbestand wordt gewoon afgespeeld zodra, zodra, er, zodra dat moet. Zodra er bijvoorbeeld uh, iets geraakt wordt, bijvoorbeeld. En dat is een heel valide methode, je kunt dat ook met .wav files doen... ...of ik weet niet of OGG nou echt zou kunnen... ...maar je kunt allerlei typen van bestanden kun je gebruiken voor je geluidseffecten. Maar ik vind dat net even wat minder interessant, omdat toen Pong zelf werd gemaakt... Was er natuurlijk nog geen sprake van echt geluidsbestanden? Die geluiden werden gegenereerd door de, ja, de software zelf, eigenlijk. En dat wilde ik in deze video ook gaan doen. Wat we nou ook willen gaan doen, is we willen feitelijk een simpele synthesizer gaan schrijven, die gebruik kan maken van frequentie, dus een geluidsfrequentie waarmee je de toon eigenlijk kunt bepalen, waarbij je het Volume kunt regelen in dit geluidseffect en waarbij je het type van de, ja, van de golfvorm kunt gebruiken. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ik ga het je zo laten zien wat dat eigenlijk is. Om dat te doen gaan we gebruik maken van een audio-context. En een audio-context dat doet een beetje denken aan diezelfde contexten van het, ja, het, het animeren en van, van het tekenen van canvas. En dat lijkt het ook wel een beetje op. Alleen in dit geval gebruiken we dat om geluiden mee te gaan maken. En ik stel voor om dat helemaal onderaan de code te zetten. Dus onder die plek waar we die toetsaanslagen hebben herkennen. Dat we hier geluidseffecten gaan maken. Nou, waar ik mee moet beginnen is: ik moet een variabele maken. En die noem ik audio. Nou, grote CTX-context natuurlijk. En die is nieuw window.audio-context. En dit is eigenlijk de variabele waarin een context wordt gemaakt van waaruit we geluidseffecten kunnen gaan maken. Dus ik ga hieronder dan beginnen daar verder mee te gaan. Ik ga hieronder een functie schrijven. En dat is eigenlijk een synthesizer voor geluidseffecten. En die ga ik stoppen in een const in dit geval. Dat mag ook een. Uh, nou, ik denk dat het ook wel een var mag zijn. En die noem ik beep. En die krijgt als argumenten mee een frequentie. Wat een getal gaat zijn: frequentie, volume en type. En die moeten wat gaan doen. Met andere woorden, dit is gewoon weer een arrow-functie. In deze functie piep gaan we een var oscillator noemen. Maken. En wat is die oscillator nou? Ja, een triller zou je kunnen noemen, een oscillator. Dat is eigenlijk de. Functie die komt daarin, die de frequentie van ons geluid gaat bepalen. Dus wat ik ga doen, ik ga die Audio CTX geluidscontext ga ik aanroepen en ik roep daar de functie op aan, create oscillator. Oh, hij geeft hem al aan, create oscillator. Waarmee die dus een oscillator gaat maken, een, ja, een, een golfgenerator. Een golf wat we ook gaan moeten doen is een var maken en noemen we gain notes. En ook dat is, wordt weer aangeroepen op die audio context en die, heet, die maakt op gebruik van de functie create game. En die gain variabele variabelen die wordt eigenlijk gebruikt om het volume van ons geluid te gaan regelen. En je zou kunnen zeggen dat, dat dit twee knoppen zijn waarmee we ons geluid kunnen gaan organiseren. Er zit nog één klein extra functionaliteitje aan, maar dit is al heel erg belangrijk dat je dit kunt gaan, gaan gebruiken. Wat ik hieronder namelijk ga zeggen is van ja, die oscillator. Die we daarnet hebben gemaakt, die variabelen. Die moet ik verbinden, Connect, de Connect functionaliteit, met. Die gain node. Zodat. Ik met die, met die oscillator. Dat ik daar ook. Ja volume aan kan gaan toevoegen. En die gain node. Die ga ik vervolgens verbinden. Weer met connect. Met de zogenaamde. Audio context destination. Ik kan me heel goed voorstellen. Dat dit allemaal vrij vaag Lijkt. En er is ook wel veel meer over te vertellen. Dus ik zal wat extra informatie in de links bij de beschrijving geven. Maar wat dit in zoveel woorden wilt, wilt zeggen, eigenlijk is dat je nu de volumeknop ook aan de, ja, de uitgang, zou je kunnen zeggen, uh, van je audio context gaat verbinden. En dat is in dit geval ja, de geluidskaart, de speakers. Hè? Het wordt daarmee van een. Stukje software van eentjes en nulletjes wordt het ook omgezet in echte geluiden. Dus dit is al eigenlijk de ruggengraat van onze synthesizer. Hou ook heel goed in de gaten dat game noten dat de hele tijd kleine en grote n is. Hou dat in de gaten. Nou, wat ik nu ga doen, is ik ga een paar if statements schrijven. En die if statements die gaan er vooral over wat hij met deze parameters kan gaan doen. Dus if volume Dat wil zeggen als er een volume wordt meegegeven, dan moet hij iets gaan doen. Dus als het niet zo is, als ik geen als ik deze, dit argument als, als dat als parameter niet binnenkomt, terwijl die functie wordt opgeroepen, dan gaat hij dit ook niet doen. En dan gebruikt hij een default waarde. En de default waarde voor het volume, die staat standaard op 1. En 1 is zeg maar maximaal en 0 is uit. En wat hij moet doen als hij een waarde voor die volume meekrijgt, is dat hij die gain node die we net hebben gemaakt. Dat hij daarvan het volume, de gain. Dat hij de waarde daarvan gaat gelijk zetten aan het volume wat hij binnenkrijgt. Dat is eigenlijk alles. Hetzelfde. Ik zal even netjes een commentaar erbij zetten. Hetzelfde gaan we doen voor de frequentie. En die frequentie die staat standaard op 440 hertz. En dat is een A als ik me niet vergis. De noot A. En ook hiervoor moeten we gaan zeggen van als er een waarde voor, voor frequentie is. If frequency als die er is. Als dat true is dan moet die wat gaan doen. In dit geval gaan we dan die oscillator frequentie waarde gelijk zetten aan de frequentie die die hier binnenkrijgt. Dus die frequentiewaarde wordt de frequency value van die oscillator die we hierboven hebben gemaakt, die wordt dan gelijkgesteld aan het getal dat hij binnenkrijgt hierboven en hier dus instopt. Het laatste wat we moeten gaan doen is dat we ook de, ja, de golfvormen, type, eigenlijk moeten gaan bepalen. En dat doe je op dezelfde manier met een if-statement. If-type. Als die er is, dan wordt. Type wordt gelijkgesteld aan type. En die staat standaard staat die op een sinusvorm. Andere vormen van golven die er zijn. Zijn bijvoorbeeld. En dat ga ik hieronder gewoon even erbij zetten. Want dat is misschien voor later wel handig om mee te experimenteren. Die andere vormen dat. Klinkt heel gek, want op zich voor de toonhoogte maakt het natuurlijk niks uit. Maar toch heeft het wel degelijk een effect of een, of een geluid een sinusvormige golfvorm heeft. Of een vierkante. Of meer een ja, sawtooth, een zaagtan, getande golfvorm heeft. Of een triangular golfvorm. En we gaan dadelijk ook zien hoe dat dan eigenlijk klinkt. Nou, het laatste wat we moeten gaan doen is dat we aangeven dat als je deze functie aanroept die, die beep functie die beep functie als je die aanroept dat hij dan ook die oscillator in werking gaat stellen dus oscillator.start die moet die halen van de audio context die hij gegenereerd heeft en de current time dat is dus de tijd die die ja, de kloktijd die hij op dat moment heeft gemaakt, dan moet hij gewoon gaan starten. Natuurlijk wil je niet dat die osculator eeuwig door blijft piepen. Want dan worden jij en de buren en de straat worden helemaal gek. Je wilt ook dat hij stopt op een gegeven moment met het geluidseffect. En dat doe je door deze audio context osculator te laten stoppen. En wanneer laat je hem nou stoppen? Nou. Dat kun je doen door die audio-context weer op te roepen. En die current time. Hè, de, 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 de tijd dat die audio-context gemaakt is. Plus. En dit is eigenlijk 0,1 seconde. Dit is 100 milliseconden wat hij nu heeft gemaakt. En we gaan er ook zo mee experimenteren. Dan kun je zien wat de effecten zijn als ik met deze waarden ga, ga lopen spelen. Dat is ook erg leuk om te doen, trouwens. Nou, als ik hem nu, ik heb hem nu gesaved, en als het goed is, doet hij nog helemaal niets, want deze functie wordt natuurlijk nog helemaal niet Opgeroepen. Daar gaan we wat mee doen. Nou, wat ik eerst wilde gaan doen eigenlijk. is gewoon om het geluidseffect te gaan toevoegen. zodra je op een knop drukt, bijvoorbeeld. Dat lijkt me wel aardig. En dan zie je ook hoe snel je knettergek wordt van dit geluidseffect. De functie doet nog niks. En we moeten die functie dus nog gaan oproepen. En ik wil dat gaan doen door bijvoorbeeld iedere keer als je op de spatiebalk drukt. om het spel te starten. Dat dan in elk deze functie wordt opgeroepen. En we geven dan bepaalde waardes mee. Zodat je dat geluidseffect kunt gaan, ja, gaan maken. Ik stel dus voor om in de functie van die spatiebalk. Om hier gewoon ook te zetten. Beep. En dan geef ik hem bijvoorbeeld een waarde mee van nou, 600. Waarom niet? Frequentie van 600. We gaan gewoon eens kijken wat dat doet. Ja, dus dat is een vrij hoge toon van een frequentie van 600 hertz, als het goed is. Um, ik ga even wat aanpassen. Ik maak hier bijvoorbeeld 100 van. Kijken wat er gebeurt. Oh, dat is een beetje gek. Zo. En dat was een veel lagere toon, 100 hertz. Beetje Super Mario uh, vibe kreeg ik daarvan. Ik zal hem eens op 300 zetten. Is hij alweer wat hoger. Nou, en zo zie je, zo bepaal je eigenlijk de toonhoogte van het effect wat je maakt. Dus ik denk dat je, nou, eens er 1200 ervan maken. Kijk wat hij dan doet. Een stukje hoger. 2400. Wordt het al een hele hoge piep? Nou, 8000 zou je dat nog kunnen horen? Ja, doet pijn aan mijn oren, maar het kan wel. We hebben dus gezien dat de frequentie doorgeven aan die piepfunctie dat dat werkt. En wat ik nu wil gaan doen is ook de volume gaan veranderen. Ik heb hem weer even teruggezet op 600. Dat is een redelijke toon. En als ik hem nu op 1.0 zet, dat is dus volledig aan. Wat hier ook standaard staat, dan zou dat gewoon hetzelfde moeten klinken als daarnet. Ja, gewoon hetzelfde. Oké. Okay. Ik zal hem op 0.5 zetten. En dan zie je dat hij al ietsje stiller is. Ik zet hem op 0,1. En nou is hij echt een stuk stiller. Ietsje harder weer. Dat is weer ietsje harder. Zet ik hem heel zachtjes en nu hoor je hem al bijna niet, dus ook dat werkt. Het volume meegeven dat werkt, dus dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ik zet hem weer even op 1. En het laatste wat we nu natuurlijk nog mee kunnen geven, is het de, ja, de vorm van de golf. Nou, bij default stond hij op sine op sinus. Gaan even kijken wat hij doet. Nou, dat is hetzelfde geluid en dat klopt, want het is ook by default is het een sinus. Maar laten we eens gaan naar wat die andere opties gaan kijken. Laten we bijvoorbeeld eens naar, dus dat is de golfvorm hè, die we hier meegeven. Dit is een sinus in dit geval. Laten we dit eens als een square meegeven, een vierkante golfvorm. Het klinkt anders. Het klinkt wat meer scherper. Als ik er een sawtooth van maak. Dan klinkt het wat snerpender. Een beetje zoals een gesynthetiseerde klaversymbool. Als je goed fantaseert, dan kun je het begin van Stevie Wonder's Superstitions uh, inhoren. Als ik er nu een triangle van maak. Klinkt het ook wel een beetje, ja. Het is moeilijk te beschrijven, maar het klinkt sowieso echt wel anders. Ik ga het nog één keer laten horen. Het klinkt sowieso anders als dat je er zin is van maakt. Het klinkt wat minder scherp als je er een uh, sinus van hebt gemaakt... dan een triangle-achtige vorm. En dat is maar om te laten zien... dat die golfvorm wel degelijk effect heeft... op ja, hoe je geluidseffect gaat klinken uiteindelijk. Goed, we hebben dus nu laten zien hoe je die functie kunt aanroepen... en hoe je daar parameters in kunt meegeven... en wat die parameters ook doen. Maar nu moeten we natuurlijk gaan... Bewerkstelligen dat die functie wordt aangeroepen wanneer wij dat willen. En ik zou niet zeggen dat je per se hier deze functie moet gaan oproepen in de startgame functie. Waar ik bijvoorbeeld wil dat hij een geluidseffect maakt, is bijvoorbeeld als hij tegen de muur stuitert, als die bal tegen de muur stuitert. En dat doen we in de, in de blauwdruk van de bal. Daarin hadden we bepaald, ja. Die bal die moet wat gaan doen als hij tegen de denkbeeldige muur stuit uit de boven- en onderlijn. En dat is bijvoorbeeld hier. Zorg dat de bal niet voorbij de boven- en ondermuur gaat. Bijvoorbeeld, ik zeg hier dat hij dan moet doen. Beep 300. Dat is dan voor de bovenmuur. En dat kan ik ook voor de ondermuur wel doen. Laten we kijken of het werkt. Nou, we raken nog niet de muur. Even kijken of ik hem schuin kan serveren. Ja. Ja. Het werkt. Je kunt hier uiteraard ook andere waarden voor gebruiken en andere vormen. Ik heb deze waardes gekozen omdat ik heb naar wat filmpjes te kijken van originele pongkasten en pongspelen. En dit kwam wel in de buurt van hoe het klinkt. Ik wil ook dat hij een geluidseffect maakt als hij bijvoorbeeld een punt als er een punt wordt gescoord. Dus als de bal achter de achterlijn komt, wil ik dat hij doet. Biep. Volume 1 en daar mag wel iets snerpener, dus daar maak ik een triangle van. En ook als er bij de speler wordt gescoord, moet hij dat geluidseffect geven. Ik ga even weer testen of het werkt. Ja. Ja. Ook dat werkt. Het laatste wat we nu moeten gaan doen. is dat we ook zorgen dat zodra het balletje geraakt wordt. door de pedal, door de racket. dat er dan ook een, een wat lagere. ja, biep te horen is. En dat gaan we doen. in deze voorwaarden voor de hit detection. Dus als die bal wordt geraakt. door de speler in dit geval. dan wil ik dat die ook een geluidseffect speelt. In dit geval maak ik daar beep 200 van. En idem dito als de computer pedal hem naakt, wil ik dat hij dat ook doet. Ja. En dat werkt. <totstuken> Ik ga nog wat doen aan de volumes van deze geluiden, want ik vind ze wel wat aan de luide kant. Ik maak ze gewoon half zo krachtig. Zo. En nou is het spel feitelijk bijna af. Ik ga deze console log even weghalen, want dat, vind ik niet zo, dat hoeft niet zo nodig dat dat nog bijgehouden wordt. het spel. Nou, als hij nu helemaal werkt en je hebt geluidseffecten, je houdt de score bij, je kunt lekker tegen een computer spelen, dan gefeliciteerd. Dan heb je feitelijk heb je Pong gemaakt en heb je de tutorial met succes afgerond. Natuurlijk zijn er nog allerlei opties om deze game uit te breiden. Je zou kunnen nadenken over een level up systeem. Of over moeilijkheidsgraden en hoe moeilijk de tegenstander nu eigenlijk is. Je zou een geluid aan of geluid uit optie kunnen toevoegen en je kunt het spel natuurlijk veranderen in vormgeving zoals jij dat wil. Je kunt andere kleuren gebruiken, andere lettertypes, maar de basisstructuur die is gewoon goed en kun je helemaal op uitbreiden. Dus hou je creatief niet tegen en ga gewoon lekker aan de slag daarmee. En als je nou iets heel gaafs hebt gemaakt, ja, word dan lid van onze Discord community en deel het gewoon met ons, want dat is echt hartstikke leuk. En hopelijk leer ik daar zelf dan ook weer wat van. Nou, ik vond het in elk geval heel erg leuk om deze tutorial te maken en ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden om hem te volgen. Als dat zo is, ja, like deze video's dan en vergeet je niet te abonneren op ons Café YouTube-kanaal. Want daarop staan nog allerlei andere projecten die je zelf kunt gaan maken. Vergeet ook niet de Café website eens na te kijken. Als je programmeren leuk vond, want er staan allerlei andere opleidingen op: traineeships, vacatures enzovoort. Ja, en wellicht zit er wat voor jou bij. Dus voor nu heel erg leuk dat je de tutorial gevolgd hebt en dan zie ik jullie heel graag terug bij een andere Code Café video. Take care.